uitzetten van de vanggewasproef in samenwerking met Bayer. Jos Leermakers is daar aan de gang. En hier wordt zometeen de vanggewas gezaaid. En daar komt dan ook een spuitproef overheen te liggen. En ondertussen gaat het inzaaien van het maïsdemoveld ook gewoon door. Goede omstandigheden. Al ietsje aan de droge kant. Maar de onderlaag is hartstikke goed, dus het ziet er goed uit. Veld. Ja, goedemiddag. De bedoeling is eigenlijk om een spuitproef aan te leggen. Diverse strategieën willen we eigenlijk laten zien. Diverse onkruiden, gladvingergras, haagwinnenstrategieën. En dan willen we ook kijken naar een aantal onderzaaien mogelijkheden die we komend jaar nodig gaan hebben met nieuwe nieuwe wetgeving. En dan gaan we ook kijken of die onderzaaimogelijkheden ook tegen de gewasbeschermingsmiddelen kunnen. Ja, precies. Uiteindelijk het doel om de mensen te laten zien, wat gebeurt er nou eindelijk mee? Juist. Ja, oké. Okay. Ja. En hoe zie je daarna de maïs? Gaan we dan gewoon nog eventjes door om te zien hoe de gewassen zich ontwikkelen in het najaar? Zou ik wel heel graag doen, want dat geeft vaak een heel goed beeld of dat die vanggewassen ook eindelijk kunnen ontwikkelen. Ja. En wat heeft wel mijn voorkeur om na de teelt van de maïs in ieder geval een paar weken nog te monitoren om te kijken wat het uiteindelijk gedaan heeft. Want, ja. Ja, dit zijn wel dingen waar we vanaf 2019 mee te maken gaan krijgen. Ja. Ja, juist. En hoe ziet de proef er nou uit? Waar zaai je nu in? En doe je straks nog iets? We zaaien nu in ieder geval de maïs uiteraard. En daarna komen 11 verschillende vanggewassen. Dat is van bladkool tot bladrammenas, raaigrassen, noem het maar op. Dat doen we nu direct bij zaai. En dan straks over een aantal weken, twee weken na de bespuiting, zaaien we nog een keer onderzaai met die 11 zelfde gewassen. Om te kijken wat het dan ook nog doet qua onderzaaien. Ja. Oké, duidelijk. Nou, dan maken we tegen die tijd weer een filmpje. En voorlopig blijven we even aan de gang met wat opnames maken. Dat jullie zien wat er allemaal gebeurt. Jos, bedankt tot zover. Goed zo, dankjewel.